niet weg voor de nou, wat dan. Zo. Hallo. Nou, hoi. Nou, welkom. Ja. Martina Prins. Het is hier leeg. Ik denk dat dat voor jou ook leeg was de afgelopen maanden. Ja, zeer. Want jij bent operazangeres. Ja. Even een kort toelichten. Ja, nou, wat je doet als operazangeres. Nou, ik ben dus opgeleid als klassieke zangeres. Dat is een hele bepaalde techniek, belcanto techniek. En opera zingen, dat wil zeggen, dat is een van die weinige hybride kunstvormen. Tussen het huwelijk tussen klassieke muziek en toneel. Dus je zingt ingewikkelde klassieke muziek en tegelijkertijd speel je toneel. En dat is wat ik doe voor mijn vak. En wanneer je opleiding, hoe oud was je, waar begon dat? Ik ben na de middelbare school naar het conservatorium gegaan van Den Haag. Daar heb ik eerst de opleiding tot klassieke zangeres gedaan, klassieke zang. En toen heb ik nog een masters opleiding gedaan in de, dat heet volgens mij nu, de New Opera Academy. Vroeger had het een andere naam. Dus dat is een masters, Het is een mastersopleiding voor opera. Hoe kwam je bij opera? Ja, want als je jong bent, althans, ja, dan is dat niet. Misschien het is niet zo voor de hand liggend, nee, om daarmee in contact te komen. Nou, mijn moeder die speelde altijd piano. Mijn moeder is apotheker. Zij was heel erg geïnteresseerd in klassieke muziek. Wij luisterden vroeger gewoon altijd naar klassieke muziek. We hadden geen televisie, geen computer en dat soort zaken. En, niks. En we luisterden gewoon naar klassieke muziek. En mijn moeder nam ons, mijn ouders namen ons af en toe mee naar allerlei klassieke uitvoeringen. En een van de eerste dingen die ik zag was in de stad Schouwburg van Amsterdam, toen de Nederlandse opera nog in de stad Schouwburg thuis was. Toen mocht ik met mijn ouders naar Die Zauberflöte van Mozart. En ja, als er één middel is om gewoon van de ene op de volgende dag verslaafd te raken aan de opera, dan is het de Zauberflöte van Mozart. Ja? Wat is dat? Het is gewoon, het is op ieder vlak, het is zeg maar als een goed boek van Annie M. G. Schmid. Het is op ieder vlak, spreekt het aan. Het spreekt volwassenen aan omdat het over vrijmetselarij gaat. Het is een sprookje omdat het gaat over een prins en een prinses die heel veel moeite moeten doen om elkaar te vinden. Die tests moeten doen. Er zit een waanzinnige karakter in, de koningin van de nacht, die een spectaculaire aria zingt. Het is echt een wereldberoemde aria, maar er zitten nog heel veel andere aria's in en duetten en ensembles die gewoon onmiddellijk aanspreken. En het is gewoon voor jong en oud gewoon echt een prachtig stuk en het is niet voor niks een van de meest uitgevoerde opera's ooit. En hoe oud was je toen je dit... Ik was 7. 7? Ja. En toen was je verkocht? Ik was gewoon verkocht. Oh, wauw. Maar en niet dat ik toen meteen bedacht dat ik een operazangeres ging worden, maar ik was gewoon gefascineerd. En ik zo begon het en ik ben er gewoon in blijven hangen dat ik er altijd naartoe wilde. Op de middelbare school ben ik in het koor gegaan van school. Ik ben zangles gaan nemen en toen ben ik na de middelbare school kon ik niet zo goed beslissen wat ik nou wilde doen, omdat ik tegelijkertijd namelijk ook een ontzettend groot hart voor beeldende kunst heb. Dus ik ben vooropleiding gaan doen op het conservatorium en op de Rietveld Academie en uiteindelijk heeft het conservatorium eigenlijk voor mij gekozen. Die hebben me aangenomen en toen ben ik gewoon muziek gaan studeren. Maar dat was voor jou duidelijk, ik wil die opera kant op. Ja, dat was voor mij totaal helder dat ik daarom daar zat. Dat wist ik wel ook als je, ik moest me dan een beetje door het liedrepertoire heen munchen. Omdat ik, ja, dat moet je nou eenmaal, omdat je met iets eenvoudigers moet beginnen dan een opera aria. En jij wilde eigenlijk gewoon die... Ja, liefst wilde ik gewoon meteen Wagner. Ja. Ja. Hoezo gemakkelijk beginnen? Kom maar mee door die valkuren. Ja, precies. Maar ik heb het wel zo ver geschopt dat ik dus na 5-6 jaar toen ik eenmaal klaar was met die studie, heb ik de directeur van het conservatorium overgehaald om mij met het orkest, het studentenorkest te laten zingen. En toen heb ik
Wagner gezongen. het is mijn eerste Wagner-partij. Ja. Het duurde eventjes, maar het is er doorheen. Van hup, Sieglinde. Ja. Fantastisch. En ja. Dan? Want dan ben je, vrije vogel, je hebt je diploma. Ja. Hoe, neem ons mee, dat proces. Hoe, nou, het vak is, hoe gaat dit? Het vak is heel erg lastig. Kijk, het kunstzinnige van het vak, dat is heel erg overduidelijk. Dat is waar je het voor doet. Je doet het omdat je in de garderobe wil zitten, dat je je make-up op je hoofd wil krijgen, dat je dat waanzinnige kostuum aan wil doen. Maar achter de coulissen, in de coulissen, achter wat er zeg maar achter de producties gebeurt, is een hele wereld die heel erg keihard is. Ja. Een keiharde, zakelijke, moeilijke wereld. Er komt gewoon ontiegelijk veel bij kijken om überhaupt aan rol te komen. En ik denk dat je dat als je begint aan in zo'n vak, dat je dat heb ik heel erg onderschat, hoe zwaar dat is. Dat is gewoon mentaal ontzettend zwaar om te vechten voor ieder contract wat je krijgt. Feitelijk is het operavak sowieso voor de meeste mensen een freelance vak. Dus je hebt nooit een vaste baan. Geen zekerheid. Het staat gewoon niet. Nee. Je kan wel in het koor. Dat is vast. Er is één vast koor in Nederland. En that's it. Ja, dat is bij de Nederlandse opera. Dat zijn mensen die hebben een vaste baan. Oh. Of althans, een kern ervan heeft een vaste baan. Een kleine kern. En door alle bezuinigingen de afgelopen 20, 30 jaar is iedere zekerheid van dat je bijvoorbeeld nog wat sociale zekerheid voor jezelf kon inkopen als freelancer, dat is allemaal gewoon wegbezuinigd, geschaafd. En het is heel vreemd dat je na 20, 30 jaar in het vak zeg maar nog steeds dezelfde gaasjes krijgt als 30 jaar geleden. Dat is niet, het is nou, niet, of echt, het is niet navenant meegegroeid, zeg maar. En sterker nog, de economie zeker wel. Wij in de kunsten zijn altijd heel erg verbaasd. En ik denk dat we soms ook gewoon naïef zijn, omdat we zo bezig zijn met ons vak, de inhoud ervan, dat we denk ik vaak gewoon vergeten dat we ook nog zakelijk voor onszelf moeten opkomen. Ja, want je hebt je huur te betalen. Ja, ik moet ook gewoon de loodgieter betalen. Ja. Die geeft ook gewoon ieder jaar een percentage erbovenop en dan rekent hij dat gewoon aan mij door. Weet je, ik kan niet omdat er een mooie akoestiek is in de zaal voor niks komen zingen. Het gemiddelde jaarlijkse bruto inkomen van een freelance muzikus, waar ik mezelf ook even toe reken, is 17.000 euro per jaar. Oh, wat afschuwelijk. Ja? Okay, reken maar terug. Ja, dat is ongekend weinig. Ja, wij leven over het algemeen door de band genomen onder het minimuminkomen. Zo zit het in elkaar. Het is heel eerlijk gezegd, vind ik het niet heel aantrekkelijk om operazangeres te worden. Nee, dat moet is het helemaal niet. Moet ik eerlijk zeggen. Nee, dat moet je niet doen. Dat zei mijn mentor, Sandy Oliver van de Opera Academie, de directeur van de Opera Academie, die een zeer beroemde operazanger is. Zanger is. Die zei altijd van, je moet dat alleen maar doen als je het niet kunt laten, als je niet anders kan. Als het wederom gewoon zo je passie is dat je niks dat je anders moet gelukkig doen. Wordt. Ja. Ja, je kan het niet laten. Je kunt alleen maar dat doen voor je vak. Dan moet je het doen. Maar het is dus ook, wat je net zei, het is een mentaal hele zware wereld. Ja, zeer. Want geen vaste baan. Ik neem aan dat je talloze audities moet doen en mogelijk ook talloze keren wordt afgewezen. Ja. Hoe is dat om als jonge vrouw, hoe is zo'n eerste auditie, hoe is zo'n eerste keer keihard afgewezen worden? Hoe? Mm-hmm. En hoe is dat ook nu? Laten we die vergelijking nou, als je er nu naar vraagt, en ik stel me nog voor hoe het ging. Het was in Duitsland, voor een agentschap. Het staatsagentschap van Duitsland. En ik weet nog heel goed hoe dat ging. En het ging zo, ik was opgeleid in Nederland en ik had net met een enorm orkest Sieglinde gezongen. Dus ik dacht, nou weet je wat, ik ga daar naartoe en ik zing Sieglinde voor. Dat is natuurlijk een beetje gevaarlijk als je zeg maar in het hol van de leeuw, het repertoire van de leeuw komt zingen. Sieglinde is het is eigenlijk, wat moet ik zeggen, het is een van de mooiste vrouwelijke rollen van het hele Wagner-repertoire. Wagner
had een hele interessante kijk op vrouwen in het algemeen. Hij had zelf ook hele ingewikkelde relaties met vrouwen. En hij is nooit getrouwd geweest, maar hij was gefascineerd door vrouwen. Hij was gefascineerd door het thema eigenlijk de maagd en de hoer die samenkomen in het wezen van de vrouw. En Sieglinde is ook zo iemand. Om het heel kort door de wand uit te leggen. Ja. Sieglinde is een van de rollen van de Ring des Nibelungen. De Ring des Nibelungen is de langste opera ooit geschreven. Die speelt zich in 4 avonden af en dat is ongeveer 17 uur lang. Zo. Ja, zij is een van de karakters in dat stuk. Een van de belangrijkste vrouwelijke protagonisten, zoals je dat noemt. En jij ging dat... Jij dacht, dit ga ik zingen. Ja, dit ga ik zingen. Absoluut. Dit is mijn partij. Ik wil dit graag zingen. Ik ga ervoor. Ja. Nou ja, Ring des Nibelungen is natuurlijk ook een soort van de heilige graal in het Duitse opera repertoire. Dus ik kwam met de heilige graal. Ik zei, ja, ik denk dat ik dit wel kan zingen. Met mijn, wat was ik, 27 of zo. Jij kan er staan. Zo. Ben je klaar voor? Ik denk dat het een beetje naïef was. Maar goed, ik ging dat zingen en ik kon het wel goed zingen. Ik heb daar een opname van toen. En als ik er nu nog naar luister, dan denk ik, nou, niet gek. Verkeerd. Ja, precies. Ja. Ik vond me niet aanmatigend, laat ik het zo zeggen. En ik kwam daar en ik, je komt dan in zo'n soort van eigenlijk ruimte zoals dit. En er hing dan nog een soort van gordijntje waar je dan tussen moest gaan staan op het toneel. Er zit dus zo'n commissie voor je neus. Ja, dat realiseer je natuurlijk niet dat die mensen 30, 40 jaar lang al dagelijks naar 50 zangers zitten te luisteren ongeveer. En die zijn dan ook een beetje, ja, verveeld en zeer, ja, zeer, zeer droog geworden. En die zijn niet meer heel erg pedagogisch of zoiets. Of dat heel vriendelijk of leuk of enthousiast of zo. Dus het is gewoon, ja, vrouw Prins, wat möchten Sie zingen? En ik zei, ja, ik heb Sieglinde meegenomen. Ja, goed, ja, welke aria? Oké, prima. Ja, ze kunnen jetzt anfangen. En dan ga je gewoon intro en hup zingen. En ik zong dat. En toen zeiden ze, ja, dat is heel erg mooi. En helaas vinden we dat u dat technisch helemaal verkeerd aanpakt. Dus dank u wel, u kunt weer gaan. En, oh, nou. En daar sta je als verse afgestudeerde jonge Wagner protégé talent. En dan weet je niet wat je overkomt. Nee, want nee. En dan? Want je kan gaan, maar is dat... Ja, dat ik denk dat ik daarna ongeveer een maand wenend in bed heb gelegen. Want het is, dat was gewoon direct, je bent niet aangenomen. Nee, is niet, we zijn niet geïnteresseerd, uit. Dank u wel. Zoek het maar uit. Ja. Nou, die kan je dan in je zak steken. Ja, precies. Ja, zo gaat het. En zo gaat het. En zo gaat het altijd. Dan ga je gewoon daarna een nieuwe ronde, nieuwe kansen. Dan ga je gewoon al die agenten langs. En je gaat proberen in operahuizen voor te zingen. En zo schraap je. Ik denk dat je van iedere 20 à 30 audities of zo één of twee dingen te doen krijgt. Als je geluk hebt. Want toen, er is een moment geweest. Ja. Je werd aangenomen. Je had je eerste, maar toen werd je het wel. Ja. Wat was dat voor een rol? Nou, toen heb ik ook Sieglinde voor gezongen. Gewoon door. Hoezo niet? En een van de eerste rollen die ik kreeg in Duitsland was de heks in Hans en Grietje. Oh. Van Rumperdink. Wat het trouwens een beren moeilijke partij is. Oh ja, oké. Ja, en dat is ook een beetje een. Het is wel echt een beetje een lijfrol geworden ook. Ik vind het een fantastische partij, echt. En het is heel moeilijk om te zingen. Het is een groot orkest, eigenlijk een Wagner-orkest. Je moet ontzettend goed spelen en kunnen spelen. En het is gewoon een bloedlinke vrouw en het is zo leuk om te doen. Oh, maar fantastisch lijkt me dat. Je kan er helemaal echt, je kan helemaal los. Ja. En dat in Duitsland was dit ook. Ja. En je bent dan aangenomen, het is je rol. Hoe lang speel je? Of kan dat, is het maanden? Ja, dat hangt er vanaf. Meestal is het zo dat je bij de meeste operaproducties speel je zeg maar 10 à 15 keer de opera en je
Je repeteert van tevoren ongeveer 2 maanden, 6 weken à 2 maanden of soms wat korter als mensen het stuk al wat vaker gezongen hebben, dan kun je met een maand of zo een repetitie toe. Oké, dat is op zich best wel vlot eigenlijk. Ja, wat er verwacht wordt van je als je opera doet, is dat je, dat is anders dan bij het toneel. Bij het toneel ga je die tijd besteden aan het leren van je rol en het samen opbouwen van de handeling. En aan de hand van hoe je de handeling opbouwt, leer je je tekst en je partij, wat ik dan mijn partij noem. Bij opera is dat anders. Anders bij opera moet je je partij van tevoren kennen. Oh. Je moet je muziek kennen. Op het moment dat je de eerste repetitie doet, moet je alles kennen. Dan is het dus, het is niks meer, oh, we gaan lekker de tekst doornemen. Je moet het kennen en wat je dan gaat doen is de regie in elkaar zetten. Dus je moet je muziek kennen en je gaat dan de hele handeling ga je in elkaar zetten. En je wordt dus verwacht dat je partij al kent. En afhankelijk van hoe ingewikkeld zo'n partij is, ben je met de voorbereiding van zo'n partij zelf, nou, laat ik zeggen, het snelste wat ik ooit een partij heb ingestudeerd is in een week. Maar het kan ook zijn dat dingen zo ingewikkeld zijn dat je jarenlang voorbereidt en dat je helemaal je als een soort van atleet moet trainen om een partij aan te kunnen. Ja. En sommige partijen, daar doe je 2 of 3 jaar over. Ja. En vervolgens, oké, dus we staan op de planken. Ja. Niet alleen zang wordt verwacht, maar ook toneel. Ja. Hoe zit dat? Want dat zijn, ja, word je daar wel heel goed in begeleid? Het spel is bijna even belangrijk als dat de zang is. Ja, dat zijn altijd een beetje de vaste perikelen. Zo van, kunnen zangers ook spelen? Ja, heel leuk hoor, dat zie ik. Sommige zangers haten spelen en willen gewoon op één plek staan en hun partij kunnen zingen. Maar dit en dan hoort erbij. Van links achter naar rechts voorlopen. Ja. En anderen vinden het juist, ik ben een van de zangers die er heel erg bij gebaat is om echt te spelen. Dus als ik echt de regisseur krijg die me dingen wil laten doen, die me dingen wil laten uitproberen. Ik heb liggend op mijn rug met mijn hoofd achterover hangend gezongen. Ik heb in het zand lopend door het zand gezongen. Ik heb op allerlei locatieprojecten gezongen. Ik heb in de Walkure in de Nederlandse Opera gestaan, wat dat beruchte enorme grote toneel, wat heel hoog schuin naar achter gebouwd was. Dat was een grote cirkel van hout gebouwd en dan moest je moest echt zo oefenen, omdat je dus, het was net als skiën, weet je, dat je de hele tijd van die schuine loopbewegingen moest maken. Terwijl je aan het zingen was, moest je een schuine heuvel op en af en links, rechts, kruis links, choreografieën uit je hoofd leren, whatever. En tegelijkertijd ook leuk en die toon houden. Ja, en je moet ook nog op de dirigent letten. Ja, want dat is ook iets inderdaad. Want de dirigent wil ook graag dat je gewoon op tijd inzet, op tijd weer stopt. Daar is de dirigent ook voor om je te helpen. Ja. Omdat je natuurlijk, je hebt zoveel dingen te coördineren op het moment dat je een opera gaat zingen. Heb je zoveel verschillende lagen te coördineren dat je ook wel een beetje hulp kan gebruiken soms. En daar is de dirigent in principe voor. En we hadden het al eventjes over dat mentaal natuurlijk heel erg zwaar is. Ja. Als je in zo'n groep zit, zo'n cast, wordt dat dan wel heel hecht of ben je dan toch wel continu op je hoede ook? Het hangt een beetje vanaf. Je hebt altijd verschillende samenstellingen natuurlijk. Ik heb in producties gestaan waarin de groep zeer, zeer hecht raakte. Het is toch een hele bijzondere situatie. Je gaat met z'n allen in een soort van magische wereld. En ik kan me nog herinneren dat ik was koningin Gertrude, de moeder van Hamlet. En ik moest met Hamlet, de bariton die Hamlet speelde, moest ik die grote slaapkamerscène spelen waarin hij eigenlijk bijna zijn moeder wil vermoorden. Oh ja. En wij hebben dat een uur gerepeteerd. En toen
waren we allebei zo van slag dat we gewoon niet meer verder konden. Oh, ja. En dat we echt bijna allebei huilend eerst op een stoel elkaars hoofd moesten vasthouden. Ja. Nou, maar dat kan denk ik, ja. En kan iedere zeker. Avond dat we dat speelden, waren we daarna van slag. Ja, want het zijn ook, het zijn lange stukken. Want je net zei 17 uur. Ja, dan wel ik is wel een beetje extreem. Maar... Ik denk dat de gemiddelde opera een uur of 3, 3,5 is. Maar dat is best wel pittig. Ja, ja. Het is niet. Maar als je dan zo met zo'n groep, dus je bent zo verbonden met elkaar. Je bent wekenlang aan het repeteren. Ja, wekenlang. De liefdesprikkelen kunnen denk ik ook wel. Ja, ik denk dat dat net als op een filmset is of op een toneelgezelschap. Het is heel intiem. Ja. Zingen is misschien nog op sommige punten wel intiemer dan andere vormen van spelen op het toneel. Want dat heeft iets te maken met iets denk ik waar je als zanger. Zeg maar de kern van zingen, er is in het Italiaans een heel mooi woord. Het woord is alma. En dat woord betekent twee dingen. Dat betekent adem, maar het betekent ook ziel. Oh. En dat is denk ik eigenlijk de kern van zingen. Is dat je door je adem en door je zingen letterlijk je ziel probeert bloot te leggen. Ik ervaar het zo. Dat ik mijn ziel blootleg en eigenlijk negeer ik het publiek, maar ik ga ervan uit dat doordat ik dat doe, zij datzelfde gevoel meemaken. Ah, ik ga ervan het zo uit bij jezelf dat, ook. Ja, dat ik als ik zo durf te graven in mijn ziel over wat er gaande is in het stuk. En dat hoor ik veel van iets, zonder dat ik mijzelf op de borst wil kloppen, maar wat ik vaak hoor van mensen is dat ze heel erg geraakt zijn door misschien de manier waarop ik zing. Ik weet niet precies wat ik doe, maar dat is iets wat ik voel. En ik denk, wat misschien ook wel een van de moeilijkheden van de crisis nu is, omdat we daar denk ik ook nu die verbinding meemaken, dat is dat wij misschien ook wel die verbinding met onze ziel een beetje kwijt aan het raken zijn. Ja, want het is natuurlijk niet voor niets, het is je passie en eigenlijk denk ik ook een hele grote liefde, de opa zang, maar dat is dus maart, corona, ja. Dat is behoorlijk 12 maart. Klaar. Ja, 12 maart. Wij stonden allemaal klaar. Wij hadden die avond generale repetitie. Oh, wij zijn allemaal naar huis gestuurd. Ja. Oh, maar je ging een nieuw stuk doen. Ja, we hadden op de zaterdag daarna première gehad van de bruid, de verkochte bruid van bruid te koop is het vertaald in het Nederlands. Van de bruid te koop in van Smetana bij de Nederlandse Reisopera. Maar wat afschuwelijk zeg. Ja. Want dan sta je en dan is het klaar, weg, boekpad. Ja, ik stond te trillen op mijn poten. En ik had met al mijn collega's over relaties gesproken. Je komt natuurlijk ook vaak mensen tegen met wie je al gespeeld hebt in eerdere producties. En zeker als je in Nederland werkt en je hebt eigenlijk het geluk dat je gewoon even lekker in Nederland kan werken. En je komt je Nederlandse collega's tegen omdat het een in het Nederlands vertaalde opera was. We stonden gewoon allemaal te trillen op onze voeten. Ik heb grote beren van baritons aan de lijn gehad die gewoon zaten te janken aan de telefoon. Oh, wat vreselijk. Ja, het was echt heel erg, het was een drama. Want hoe, ja, het klinkt ook echt, ik zit er natuurlijk nu helemaal in, maar het klinkt echt afschuwelijk. Ja. Helemaal omdat er volgens mij de afgelopen 9 maanden, je hebt net weer gerepeteerd. Alles is afgelast. Maar je hebt net voor het eerst weer gerepeteerd. Ja, met iets wat ik zelf heb opgezet. Kijk, alles in de theaters is alles afgezegd. Ja. En wat wil zeggen, ook de, kijk, de lange termijn planning is voor opera's zo
belangrijk, omdat er zoveel verschillende disciplines bij elkaar komen. Je moet een heel orkest in de bak hebben. Je hebt een dirigent, een regisseur, je hebt een koor, je hebt alle solisten, je hebt een decorbouwer, een kostuumier, al die mensen van de make-up, de hele mikmak. Er zijn, ik weet niet hoeveel mensen in een operaproductie betrokken. Je moet dat vooruit plannen. Ja. Je kan in zo'n soort crisis als nu niets vooruit plannen. En zeker niet als je 300-400 man op een avond klaar moet hebben staan. Ja. Dus je kunt niet vooruit plannen. En dat wil zeggen dat heel veel operahuizen gewoon hebben gezegd van ja, jongens, alleen de mensen die nu vast in dienst zijn, daar gaan wij proberen, zoals het Nationale Ballet en het koor en zo, weet je, die krijgen in ieder geval ook nog genoeg subsidie om iedereen dan door te betalen. Daar gaan we dingen voor ontwikkelen, zoals het kerstgala en dat gaan we dan op video opnemen en uitzenden. Maar de meeste mensen, zoals ik, die freelancer zijn, agenda is gewoon leeg. Ja, want je belandt gewoon een zwart gat eigenlijk. En er wordt gewoon niets gepland. Ja, dat kan gewoon niet. Nee. Nee, je valt totaal in een totale wiede leegte. Ja, maar weet je, dan mensen zoals ik die in payroll constructie zitten en zo, er is gewoon niets. Er is geen geld, er is geen voorstelling, er is geen hulp. En geen perspectief. Er is geen loket waar ik in mijn afgezegde contracten kan cashen. Het is er niet, nul. Dus ik ben nu, heb ik maar zelf een initiatief genomen om dan maar toch maar, gewoon maar wat te gaan zingen. Ja, maar fantastisch. Want en, het is zonde. Die lieve Patrick, ik zat in de stoel, hij zegt, ja, ik heb nu bedacht dat ik word namelijk helemaal, gewoon, ik krijg een mijn hart zit in de knoop, omdat al die mensen die bij mij in de salon komen, die allemaal kunstenaars zijn, die allemaal met hun ziel onder hun arm lopen, letterlijk. Ik ga jullie nu helpen en je gaat bij mij in de salon een concert zingen. Ik zeg, oh, oké, okay, graag. Kom maar door. Mijn Is of het concertgebouw is. Nee, maar feitelijk kwam ik erachter dat eigenlijk wat je doet, is dan een hele leuke oude soort functie van klassieke muziek terughalen. Want mensen hadden vroeger geen tv, ze lazen boekjes. Ze maakten muziek op hun eigen piano of op hun eigen gitaar. En heel veel componisten verdienden bijvoorbeeld ook hun geld met het verzorgen van salonavonden bij mensen die dat zich een beetje konden veroorloven. Die dan gingen dan leuk bewerkingen van hun opera's of van hun symfonieën spelen op een piano bij iemand thuis. En dan werd er een salongezelschap uitgenodigd en dan gingen mensen dus gewoon naar een huisconcert. En dat principe dat je gewoon met een gitaar of een piano gewoon een concertje geeft in een huiskamer, dat is natuurlijk het grote voordeel ervan als je dat vak al kan. Ja, dat kan je gewoon oppakken. Dus dat heb ik gedaan. Dus dat is nu dat. Ja, dat ga ik nu doen. En we hebben eindelijk gerepeteerd en we hebben mooie Schubert-liederen, mooie liederen van von Weber, zelfs een mini opera-stukje. Yes! Zelfs mijn stemvak. Ja. Stemvak is trouwens heel boeiend. En we zijn een recital aan het voorbereiden. Wat mooi. Ja. En, een huisconcert eigenlijk. Ja. Ik vind dat sowieso fantastisch dat je nu verder aan het kijken, oké, wat kan ik wel doen? Ja. Wat kunnen we verwachten? Wat is de eerste keer weer dat we jou opera kunnen horen zingen? Nou, ik heb nu begrepen dat ik... er zitten wel weer wat dingen in de pijpleiding, zeg maar. Dat zo langzamerhand nu durven natuurlijk operahuizen nu weer een beetje te gaan plannen, hopelijk. Ja. Achter de schermen zijn wij allemaal zeer... streng geworden op alle annuleringsclausules in contracten. Denk maar niet. Nee, precies. Nee, maar serieus. Het was altijd al heel erg moeilijk om gewoon daar goede voorwaarden op te krijgen. Ja. En er zijn achter de schermen best wel veel nare dingen gebeurd ook voor ons freelancers. Zoals ticketacties van theaters die eigenlijk gewoon bij theaters zijn blijven hangen. Waar freelancers gewoon niets van hebben teruggezien. Met een enkele goede uitzondering, maar ook heel veel niet-uitzonderingen. En dat heeft natuurlijk, het heeft twee gezichten.
theaters zijn aan de ene kant al jarenlang gewoon uitgekleed doordat gewoon de regering het er, onze regering het er niet voor over heeft om, om onze cultuur gewoon zich te veroorloven. Ja. Wij kosten zo ontzettend weinig. Als je het vergelijkt met wat voor sectoren dan ook, weet je, kunst, het kost geen rol. Nee. Het kost een miljard per jaar. Het is gewoon, het is een zuchtje lucht op, ja, op de algehele begroting van de Nederlandse huishoudboekje, weet je wel. We kosten geen rol, maar toch moet het allemaal altijd allemaal doodbezuinigd worden. En dus de theaters hebben ook misschien wel een beetje die kans aangegrepen om toch eens een keertje hun repetitielokaal een likverf te geven. Maar het is niet door, meestal niet doorbetaald aan de freelancers die gewoon contracten hadden liggen. Dus en dat komt ook omdat er gewoon dat geclaimd wordt dat het overmacht is en dat soort dingen. Maar goed, ik denk dat je ook een soort van morele beslissing kan nemen om in ieder geval toch te proberen je de mensen die heel erg afhankelijk zijn van al die freelance contracten op een of andere manier ook financieel op de benen te houden. En dat was de bedoeling van de minister om dat te doen, maar het is niet heel erg gebeurd. Nee. Dus, dus om mooi af te ronden, wanneer kunnen we je op het podium met opera bewonderen? Ik hoop dat je dat in seizoen 21-22 weer kunnen bewonderen. En weet je, heb je al iets? Nee, dat kan ik niet zeggen, want ik heb het gewoon mijn handtekening nog niet eronder gezet. Okay, omdat ik aan het mekkeren ben over de annuleringsvorm. Maar als deze podcast, videocast online komt, dan misschien is er, kunnen dan hoop ik. Maar anders dan zullen we dat in ieder geval later naar buiten brengen, zodat er, want ik ben in ieder geval heel erg benieuwd en ik denk dat mensen die luisteren en zien ook heel erg benieuwd gaan zijn. Mm-hmm. En ik gun je het allerbeste en ik gun je ook veel meer verdiensten dan 17.000 bruto per jaar. En, gemiddeld, hè? Gemiddeld. Ja. Maar heel erg bedankt dat je hier bent. Heel graag gedaan. En hoop op een heel mooi 2021. Insgelijks. Dankjewel. Zeker. Moet